Ja, dankjewel. Ik denk dat het typisch is dat we het nu hebben over dit onderwerp. Gezien hier buiten op het Neuden vanmiddag weer een van de grote extreemrechtse corona-ontkenners-demonstraties plaatsvindt. Die worden nu wekelijks of maandelijks ongeveer georganiseerd met iets van 10.000, 20.000 mensen steeds. Dat groeit niet echt, gelukkig, maar het zijn wel angstaanjagend grote aantallen voor extreemrechtse demonstraties. En dat is eigenlijk decennia lang ondenkbaar geweest dat je dit soort grote straatmobilisaties zag vanuit extreem rechts. En ik denk ook dat een van de dingen die we de afgelopen maanden zien is het gewelddadige karakter daarvan wat steeds duidelijker wordt. Dus zowel van de coronademonstraties zelf als het geweld wat daaromheen plaatsvindt. Ik kom zelf uit Rotterdam, daar hebben we een aantal weken lang een reeks van aanslagen gehad op Roze Kameraden. Dat is een groep Feyenoord supporters die opkomen voor LHBT-acceptatie in het voetbal. Die met brandbommen aangevallen zijn. En de groep die daarvoor verantwoordelijk waren onder de organiserende groepen van de relletjes op de Consingel een paar weken terug. Anderhalf, twee weken terug, zoiets. Die op geen enkele manier aangepakt zijn. En ook wel typisch is dat de burgemeester van Rotterdam totaal onvoorbereid was op dit geweld. Iets daarvoor had hij de woonprotesten nog laten aanvallen, maar de nazi-protesten had hij niet zien aankomen dat het zo uit de klauwen liep. Wat dat betreft, ik denk de vergelijking met de vergelijking met de jaren 30 dringt zich wat dat betreft wel enigszins op. Goed, ik wil het hebben over hoe zijn we gekomen waar we nu zijn als het gaat om de normalisatie eigenlijk in de afgelopen 2 jaar heel snel van extreemrechts gedachtegoed en extreemrechts activisme. Eerste, wat denk ik belangrijk is om daarin te noemen als het gaat om de historische aanloop daar naartoe, is de opkomst van het neoliberalisme sinds eigenlijk de jaren 80. Sinds Lubbers is daar een heel belangrijk figuur in geweest. Daar is een hele periode geweest van maatschappelijke afbraak, van van privatiseringen, van zoveel mogelijk overlaten aan de vrije markt. Dat heeft een aantal gevolgen gehad. In de eerste plaats is dat een hele maatschappelijke soort van orthodoxie geworden. Vanaf van GroenLinks tot en met de VVD was er consensus over de grote lijnen van het politieke beleid. Er waren verschillen, maar er was brede acceptatie over de veronderstelling van het neoliberalisme. Tweede aspect is dat het de samenleving heel erg heeft gefragmenteerd. Het neoliberalisme is heel erg tegen vakbonden gericht, vertrekt heel erg vanuit het fragmenteren van mensen, je aanspreken als individu, eigen verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Dat heeft na decennia van herstructureringen ook een effect gehad op hoe mensen naar elkaar zijn gaan kijken. Te meer ook omdat links geërodeerd is in die periode. Dus het idee van collectieve zelfverdediging tegen afbraak, solidariteit, dat werd afgebroken. In plaats daarvan keken mensen steeds meer naar elkaar als concurrenten en kon allerlei vormen van zondebokpolitiek postvatten. En dat gaat natuurlijk om racisme, seksisme, dat soort zaken, maar ook gewoon de arbeidsmigranten en zo. Concurrentie op de arbeidsmarkt, concurrentie op de woningmarkt. Hè. We hebben nu een woningmarktprobleem. Een heel belangrijk deel van de bevolking is vatbaar voor argumenten die zeggen dit komt door de vluchtelingen, dit komt niet door de vermarkting, et cetera. Dus het idee dat als het goed gaat met iemand of iemand iets krijgt, dat dat ten koste gaat van jou, dat hele idee zit er nogal diep in. Zoals ik al zei, de linkse partijen hebben er eigenlijk heel weinig weerwoord tegen gegeven. Zowel als het ging om het bestrijden van neoliberalisme. Eigenlijk alleen de SP was een antineoliberale partij als je kijkt naar de kern van de zaak. Maar zeker als het gaat om opkomen voor solidariteit, voor terugvechten tegen racisme, autoritarisme, heeft links decennia lang
gefaald, denk ik. Nou, dat heeft een ruimte gecreëerd voor extreemrechtse zondebokpolitiek die eigenlijk sinds Pim Fortuyn is opgekomen. Dat was aanvankelijk nogal een parlementaire exercitie. Pim Fortuyn die wilde premier worden op basis van een verkiezingsoverwinning. En je kent misschien nog wel die scène dat hij in die auto zit. Ik word minister-president, laat op mijn woorden. Zo'n soort van. Dat was ook echt zijn idee. Hij zou de grootste partij worden, vervolgens in een regering met CDA en VVD gaan zitten en premier worden. En eigenlijk is dat de visie geweest, de strategische oriëntatie geweest voor extreemrecht sindsdien. En zeker voor Wilders. Wilders die was als de dood om een partij op te bouwen, omdat hij bang was dat het allerlei nazi's zou aantrekken, allerlei chageraars, noem het maar op, alle tuig dat dit soort partijtjes over het algemeen aantrekt. En dat hij heel snel in wat dan LPF-taferelen heet, terecht zou komen, namelijk dat er allerlei randfiguren negatieve publiciteit zouden zorgen. Dus hij heeft dat heel erg afgehouden. Geen ledenpartij, maar uitsluitend parlementair. Maar dat leidde wel tot een strategische impasse. Want hij heeft daardoor eigenlijk niet aan machtsopbouw buiten gewoon strikte fractie kunnen doen. Hij heeft geen echt kader opgebouwd dat onder zijn controle stond. Maar hij heeft wel een hele ruimte gecreëerd door steeds meer het racisme op te voeren. Steeds meer ook de soort van omvolkingsretoriek daaromheen. Dus meer de neofascistische kant op te gaan. Echt een ruimte gecreëerd voor een breder extreemrechts kader. En dat is ook ontstaan eigenlijk sinds 2002, 2003. Eerst met Geen Stijl, toen met de Post Online en allerlei andere groepjes en spelers. Bij elke krant heb je wel een extreemrechtse columnist. De Volkskrant heeft een hele periode lang extreemrechtse opinieredacteur gehad. Dus er ontstond een soort van ook maatschappelijke extreemrechtse beweging, maar die vond geen plaats binnen de beweging van Wilders, kon er ook geen invloed op hebben. Ik denk dat het referendum van Geen Stijl is daar een heel belangrijk moment in geweest. Deze groepen kwamen bij elkaar met het idee van kunnen wij iets politiek klaarspelen en daarmee iets veranderen. En dat lukte. En ik denk niet dat het verwonderlijk is dat direct na het Oekraïne-referendum drie nieuwe extreemrechtse partijen opkwamen waarvan FVD eigenlijk de meest succesvolle of de enige succesvolle werd. FVD was wat dat betreft een ander type partij dan die van Wilders. Baudet werkt echt aan een ledenpartij. Staat in een neofascistische beweging en haalt zijn ideeën uit wat Europees Nieuw Rechts wordt genoemd. Dat zijn zowel in Duitsland als Frankrijk stromingen van voormalige fascisten, of tenminste mensen uit met een verleden in het klassieke fascisme, ofwel van direct daarna die zich na 1945 afvroegen van hoe moeten we de basis leggen voor de heropbouw van een fascistische beweging. Er zijn drie belangrijke ideeën eigenlijk die zij hadden. Eerst is het idee van de conservatieve revolutie. Dat is eigenlijk een fictief concept van Armin Mohler, een Duitse fascist die zich aanaf gemeld bij de SS. Hij heeft een boek geschreven waarin hij probeerde te doen alsof allerlei nazi-kopstukken of mensen heel dicht bij de nazi-beweging eigenlijk heel iets anders waren dan fascisten. Nou, dan moet je denken aan Carl Schmitt, de nazi-jurist bijvoorbeeld, Spengler, maar ook een heleboel mensen uit de klassieke antisemitische beweging, zoals Chamberlain, die een Duitser van Britse afkomst, die een hele rassengeschiedenis heeft geschreven. Dat soort types. En hij zegt van, eigenlijk zijn dit zijn de trotskisten van het nationaalsocialisme. Als deze mensen het nou voor het zeggen hadden gehad, dan was dat al die verschrikkingen van Hitler was nooit voorgekomen. Dan hadden we een fantastisch leuke tijd gehad in Duitsland, want totale onzin is, want deze gasten waren zonder uitzondering antisemitisch, autoritair, noem het allemaal maar op. Tweede concept, en dat is een concept dat is uitgedacht door de Fransen, met name Alain de Benoist, die is het idee van metapolitiek. Dus het idee wat deze neofascisten hadden was, we kunnen niet nu
na de vernietiging van het fascisme, direct na de Holocaust, kunnen we niet nu een beweging gaan bouwen die in alles lijkt op de NSDAP. Ja, je valt meteen door de mand, mensen bestrijden, je weet waar het toe leidt. Dus zij gingen zich oriënteren op het creëren van de ideologische ruimte om de heropbouw van een fascistische beweging opnieuw mogelijk te maken. Dus zij gingen denktanks oprichten, ze gingen media oprichten. Een aantal van dit soort figuren werden columnist bij conservatieve kranten en ga zo maar door. Eén element daarin, en dat is eigenlijk het derde punt. Kort hier nog over. Een van de technieken die zij gebruikten was nazi-concepten wat anders verpakken. Dus je had bijvoorbeeld een term die in de klassieke antifascistische of in de klassieke antisemitische beweging werd gebruikt, was xenomanie. Dus een ziekelijke obsessie met het vreemde betekent dat dus je bent zo onder de indruk van mensen van een ander ras dat je ze binnenhaalt, et cetera, et cetera. Nou, dat was een soort van pathologie die volgens de antisemieten in de 19e eeuw zou bestaan onder progressieve, socialisten, liberalen. Iedereen die niet antisemitisch was in feite. Nou, Guillaume Fay, dat was een van die Franse neofascisten, die maakte daar etnomachogisme van. Dus een soort afkeer naar je eigen identiteit. Nou, dan krijg je een Thierry Baudet, die leent dan van Roger Scruton een concept dat heet oikofobie. Namelijk, fobie voor je eigen volk of zo, zo'n soort van idee. Dus zo zie je dat allerlei van dat soort nazi-concepten, door ze net eventjes een andere twist te geven, net even een ander titeltje te geven, eigenlijk opnieuw worden geïncorporeerd. Nou, die Guillaume Fay, die ik zo even noemde, die heeft een ander belangrijk idee gehad, of belangrijk idee. En dat was dat je met moslimhaat racisme kon normaliseren. Hij ging weg van antisemitisme, kwam met extreemrechtse theorieën over moslims die de wereld zouden overnemen. En dan kon hij allerlei liberalen wijsmaken dat hij eigenlijk geen racist was, want de islam is toch geen ras, et cetera, et cetera. Nou, je kent het gelul wel. En eigenlijk in de praktijk is dat vrees ik nogal succesvol geweest, dat door de islam op die manier aan te vallen, er een enorme ruimte is gecreëerd voor allerlei andere vormen van racisme, om die opnieuw acceptabel te maken. En ook de antisemitische kern in dat idee, hè, want het gaat niet alleen maar over moslims zijn een vijfde kolon, ze nemen het land over, maar ook ze worden geïmporteerd, ze worden hier naartoe gehaald. Dus de antisemitische theorieën over, en er zit ook nog een geniepige elite achter, dat komt daar ook steeds meer in. We zitten inmiddels in een situatie waar dit soort ideeën door de VVD bijvoorbeeld ook openlijk worden uitgedragen. Hè. Minister Blok destijds, een aantal jaar geleden, die dat ook zei van ja, verschillende culturen kunnen niet samenleven en vreedzaam succesvol zijn en dat soort ideeën. Dus echt diep geworteld raciaal denken komt wat dat betreft terug, niet alleen maar bij extreemrechts, maar ook bij bijvoorbeeld de VVD. Nou, als je kijkt naar het klassieke fascisme, de marxistische definitie die daarvan wordt gegeven, die wat mij betreft klopt, is dat fascisme een massabeweging is van met name de kleine burgerij, dus kleine ondernemers, die erop uit is om de linkse beweging volledig te vernietigen. Nou, dat is ongeveer wat er in Duitsland gebeurde. Maar wat is dan de kleine burgerij? Nou ja, dat is een concept dat een beetje aan verandering overheven is. Maar je hebt het eigenlijk in de kern over kleine ondernemers, hogere managers. Mensen die eigenlijk vanuit hun bezit hun geld verdienen. Een bevoorrechte positie hebben binnen het systeem. Maar niet tot de echte grote spelers behoren. Die nemen specifieke plekken in de maatschappij. In die zin dat hun positie ze een aantal dwingt tot, of niet zozeer dwingt tot opvattingen, maar het is vanuit hun positie logisch om een aantal dingen te vinden. Hè. Dus als je een kleine ondernemer bent, ze staan aan de ene kant tegenover grote bedrijven die veel succesvoller zijn als het gaat, of veel schaalvoordelen hebben. Dus ze kunnen bijvoorbeeld, groter produceren, daardoor goedkoper zijn. Ze kunnen makkelijker omgaan met milieu. Wetgeving, ze kunnen, nou in het geval van Unilever of Shell, ze kunnen eventjes een belletje plegen naar Rutte. Al dat soort dingen kan een kroegbaas niet. Ze moeten
Ze hoeven geen belasting te betalen of maar heel weinig. Dus een kleine ondernemer zit in een, wat dat betreft, oneerlijke concurrentiepositie met grote bedrijven. Maar tegelijkertijd zijn ze ook moeilijker in staat om in heel veel gevallen om tegemoet te komen tussen, aan eisen van links. Dus ik noem dan milieuwetgeving, maar ook bijvoorbeeld loonsverhogingen. Zo kunnen ze vaak slechter dragen. Dus wat je vaak ziet in crisissituaties is dat zij zich tegen links keren of in ieder geval tegen vakbonden en dat soort zaken. Want die komen alleen maar met meer regeltjes. Dat kost alleen maar meer geld, et cetera, et cetera. En bovendien, omdat zij hun positie danken aan hun bezit, zoeken ze vaak hun verbeteringen van hun situatie vaak op een individuele manier en binnen het kader van het kapitalisme en binnen het kader van het eigendom. Zijn dus niet heel direct geneigd tot allerlei anticapitalistische conclusies, want het zijn zelf kleine kapitalisten. Nou, ik denk dat het heel duidelijk is eigenlijk al vanaf het begin dat dit, dit iedereen bij een fortuin bij zat. Deze groepen zijn lang niet de enige groepen en zijn ook niet volledig fascistisch of iets dergelijks. Ik bedoel, het is niet zo dat elke kleine ondernemer een fascist is. Het is ook niet zo dat elke PVV-stemmer of FVD-stemmer een kleine ondernemer is. Maar het draagt wel heel erg het stempel van die klassepositie. Wat je eigenlijk nu steeds meer ziet is dat dit soort groepen, in het bijzonder denk ik door COVID, enorm gemobiliseerd worden. Je ziet dus kleine ondernemers komen in bijzonder in de horeca, strandtenthouders, eerder ook de boeren. Het staat er een beetje los van, komen in de problemen terecht. En een deel daarvan zegt gewoon van de COVID is een leugen of stikstof is een leugen. Het is alleen maar een complot tegen de ruggraat van de natie. Dat gaan we niet doen. We willen ons personeel gewoon op de werkvloer hebben zonder mondkapje. We willen gewoon schaal die IC's maar op, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk een beetje een ik en de rest kan stikken verhaal. Fuck de zorgwerkers, fuck mijn klanten, fuck mijn personeel als ik mijn geld maar binnenkrijg. En dat wordt natuurlijk gedreven vanuit vaak een hele reële soort van moeilijke positie waar zij in zitten. Maar dat is eigenlijk het mechanisme waardoor dit soort groepen een soort van fascistische dynamiek beginnen aan te nemen. Ik denk dat je dat heel duidelijk nu ziet bij de corona-protesten. En ook het antidemocratische karakter daarvan ligt er nogal dik bovenop. Hè. De Farmers Defence Force woordvoerder die houdt het nog gezegd van ja, democratie werkt niet voor boeren, want we zijn in de minderheid. Dat is een heel duidelijke manier om het te zeggen. Maar ook impliciet zag je het bij FVD en Willem Engel, die al voorafgaand aan de verkiezingen aan het speculeren waren over stemfraude en weet ik het wat allemaal. Terwijl het heel duidelijk is dat zij niet meer dan 10% maximaal van de bevolking vertegenwoordigen op het moment. Nou goed. Dan een van de dingen die veel in discussie is geweest in het analyseren, of die je vaak hoort vanuit de linkse hoek, waarom er een club als FVD nu geen fascistische groep of een neofascistische groep zou zijn, is omdat er denk ik een misverstand is over het belang van ideologie als het gaat om fascistische bewegingen. Een meer platte, reductionistische interpretatie is vaak dat fascisme is hetzelfde als knokploegen. Hè? Dus Hitler, dat was eigenlijk de SA. Mussolini, dat was eigenlijk de Fasci di Combattimento. Mijn Italiaans is niet zo best. En dat is absoluut waar. Hè? Fascisme heeft altijd knokploegen voortgebracht. Kon daar ook niet zonder. En dat is een wezenlijk noodzakelijk element daarin. Echter, ik denk dat je fascisme wel moet begrijpen als een
in zijn ontwikkeling en de samenhang tussen verschillende elementen. He, er waren andere groepen die ook knokploegen hadden, die absoluut niet fascistisch waren in de jaren 30. Neem de Sociaal-Democratische Partij, die hadden een knok of een organisatie van veteranen die op een gegeven moment 3000 of 3 miljoen leden telden. Nee, de communisten hadden ook een knokploegen, maar waren duidelijk geen fascistische partijen. Mijn stelling is dat ideologie een heel belangrijke rol speelt in het vormen van politieke bewegingen en in het bijzonder ook fascistische bewegingen. Wat is nu de centrale mythe van het fascisme? En ik denk dat was zeker zo voor in de jaren 30 en ik denk nu nog steeds. Het is eigenlijk een soort een quasi-Hegeliaanse drietrap. Dus er was ooit een homogeen, heroïsch volk die helemaal harmonieus samenleeft en van toppunt naar toppunt gingen en fantastische architectuur en traditioneel en iedereen blij en niemand een burn-out. Dat is ongeveer het idee. Maar toen kwam er een buitenlandse externe ontwortelaar, dat is in feite altijd expliciet of impliciet de Jood, die tegelijkertijd of tegenwoordig heet hij dan de cultuurmarxist of de globalist of wat dan ook, noem de verschillende benamingen daarvoor maar op, die tegelijkertijd de arbeidersbeweging en links vertegenwoordigt en ook links is. Hè. De elite is zogenaamd links geworden, maar ook tegelijkertijd gaat het over de multinationals, et cetera. Dus eigenlijk alles waardoor kleine ondernemers zich bedreigd voelen. Nou, die hebben ervoor gezorgd dat de boel ontworteld is geraakt, dat we out of touch zijn geraakt met onze wortels, et cetera. Maar juist vanuit die wanhoopstrijd kunnen we onszelf weer hervinden en kunnen we de strijd aangaan en kan er een renaissance plaatsvinden. Die term renaissance is trouwens niet echt een soort van eufemisme. Die gebruikt Baudet, maar die gebruikte Hitler net zo makkelijk voor die wedergeboorte. Dus nou dat tweede element, dat negatieve element van de externe Joodse ontwortelaar die de boel verziekt, dat is eigenlijk de kern van het hele verhaal. Zonder die fictieve Jood kon er geen harmonieus verleden bestaan. Daar is het voor nodig. En ook de belofte van een totaal harmonieuze toekomst en een wedergeboorte valt of staat met het bestaan van die externe tegenstander. En ik denk dat je in die zin bijvoorbeeld de opmerking van Jean-Paul Sartre moet gebruiken of moet begrijpen van als de Jood niet had bestaan, dan had de antisemiet hem wel uitgevonden. Dat is precies om deze reden. Het speelt een structurerende functie in de fascistische ideologie. En het is ook op dat punt dat fascistisch complotdenken zich met name richt. Eigenlijk is die hele drieptrap al een soort van complottheorie. Maar vervolgens wordt dit aangekleed met allerlei complotten over hoe de Communistische Partij van China in samenwerking met George Soros het coronavirus zou hebben ontwikkeld om chips in te planten of iets dergelijks. Nou ja, goed. Er zijn allerlei variaties op die theorie. Dat er veel variatie is, is ook alleen maar goed, want daardoor krijgen mensen het idee dat ze zelf iets moeten onderzoeken of het vergroot het mysterie. Maar wat opvalt hierin is dat er zowel een vijand wordt gecreëerd als een verklaring wordt gezocht voor dat de ooit bestaande superioriteit toch als sneeuw voor de zon is verdwenen op de een of andere manier. Om eigenlijk alle problemen die het kapitalisme voortbrengt, dus monopolievorming, noem het allemaal op, om die eigenlijk allemaal te verklaren door middel van complotten. Er is niks mis met het systeem. Nee, er is een heel complot die ervoor heeft gezorgd. Dus op het moment dat Wierd Duk, de extreemrechtsjournalist voor de Telegraaf, dan zegt, dit zijn systeemcritici, deze corona-complotdenkers. Dit zijn ze juist niet. Dit is een poging om te voorkomen dat er systeemkritiek plaatsvindt. Het gaat namelijk niet om het begrijpen van het systeem. Het gaat om het uit de wind houden van het systeem door zondebokken, door allerlei complotten
op te tuigen. Even zien. Ja, een van de dingen die dus nu ook opviel, weet je, er moeten dan complotten worden gevonden voor om te verklaren waarom Amazon heel veel geld verdient tijdens een coronapandemie of iets dergelijks, weet je. Ik bedoel, iedereen die een klein beetje iets begrijpt van de economie, weet dat dat zo werkt, maar er volgt op geen enkele manier uit dat, hoe heet die, de baas van Amazon? Ik ben even, Bezos, dat Bezos, weet je wel, dit gepland heeft of iets dergelijks. Het is totaal idioot, het is ook... Ja, voorspelbaar eigenlijk. Nou ja, Kees Wijstra heeft een recent boek geschreven over complotdenken. En ik denk dat die zegt van ja, dit type complot, die zegt van dit is eigenlijk een nieuw complotdenken. Vroeger had je 11 september complotten en daar kon je discussiëren, weet je wel. Het sloeg ook nergens op, maar je kon in ieder geval discussiëren over van ja, kunnen die balken, die hitte wel aan en zakt het dan? En ook, nee, jullie hebben vast dat soort onzin gesprekken ook wel eens gevoerd. Maar in ieder geval, daar kon je over discussiëren of dat klopte of niet. Het soort van complotten over een pedo-elite of al dan niet bestaande uit hagedissen uit de ruimte, ja, daar valt geen zinnig gesprek mee te voeren. Nou, Zwijstra zegt, dit is een nieuw fenomeen en dat hangt samen met social media. Maar als je gewoon gaat kijken naar de geschiedenis van het antisemitisme, dan zul je zien dat dit soort theorieën in rond 1880, 1890 net zo goed heel breed gedeeld werden. Een van die theorietjes was van Herman Aalwaard. Dat was een antisemitische hetzer, was een schooldirecteur geworden. Hij was oneervol ontslagen omdat hij had gestolen van geld dat bij elkaar was verzameld voor de kerstviering op school. Naar eigen zeggen kwam dat omdat hij door Joodse schuldeisers zo in de problemen was gebracht. Hij was eigenlijk het slachtoffer en is toen een beroepsantisemiet geworden. En hij ging boekjes schrijven met allerlei leugens over onder andere een Joodse wapenfabrikant die zou expres zijn vuurwapens van heel slechte kwaliteit maken, want hij speelde eigenlijk samen met een Joods bureau in Parijs en hij wilde dat de Duitsers bij een volgende oorlog zouden verliezen. Nou, hij bracht daar een boekje over uit met allerlei krantenknipsels en allerlei bewijsmateriaal. Er is toen een rechtszaak over geweest. Bleek dat hij alles van begin tot eind had gefabriceerd, had gemanipuleerd, et cetera, et cetera. Dan zou je zeggen, die vent die valt door de mand. Hij werd na die rechtszaak alleen maar populairder en er werd gezegd van, zie je wel, het recht staat aan de kant van de Joden. Nou ja, je kent die dynamiek, denk ik, uit onze tijd ook. Ja, dit soort complottheorieën, met name de grotere complottheorieën, daar zit eigenlijk een soort van fascistoïde politiek eigenlijk al bijna ingebakken. Dus het idee van, we zijn het slachtoffer van een enorm complot. We zijn geen daders natuurlijk. Hè. De vijand staat op het punt om te gaan winnen. Ze gaan dadelijk onze kinderen injecteren. Of weet ik veel wat het is. Hè. Je hoort Freek Jansen. Ik weet niet of jullie wel eens een speech hebben geluisterd van Freek Jansen of Thierry Baudet. Als ze dat op hun partijcongressen doen. Dan is het bijna altijd dat. Wij zijn de laatste generatie. We hebben nog maar een paar jaar. Onze band met het verleden, met onze tradities is bijna doorbroken. Etcetera. Nou, je ziet dat soort gelul ook rondom Zwarte Piet bijvoorbeeld. Hè. Heel veel van nu is Zwarte Piet afgeschaft en dadelijk komen ze voor de kerst. En dadelijk is, weet je, zijn we helemaal overgeleverd. Dus er is een soort van alarmisme. Er is maar heel weinig tijd. We moeten nu in actie komen. We zitten in een benarde situatie. We zijn onderdrukt. We zijn de zwakkere partij. Dus alleen een wanhoopstrijd kan ons nog redden. Dat is eigenlijk het idee. En ik denk dat het niet raar is dat bijna als vanzelfsprekend daar wat ik noem doe-het-zelf fascisme uit volgt. Dus dat de mensen die dit serieus nemen zelf gaan functioneren zoals een fascistische beweging dat zou doen. Nou ja, dat zie je dus bijvoorbeeld met brandbommen, aanslagen op moskeeën in de afgelopen jaren. Nou ja, dat soort zaken. Ook op journalisten regelmatig. Die SICOM-journalist in Groningen die permanent onder vuur ligt, ook een brandbom naar binnen heeft gehad.
En aan de andere kant ook de opkomst van fascistische groepen, zoals nu de Defend-groepen binnen de kroonaantkunnersbeweging. Nee, je ziet dus dat FVD'ers dat geweld ook stelselmatig aanmoedigen. Dus we zagen Van Meijeren in de Kamer, die zei, nee, het is heel goed juist dat mijn aanhangers mailtjes sturen naar, de Volt Politica. Dat gelul over een tribunaal, wacht maar, jullie tijd komt nog wel, jullie komen voor een tribunaal, dan worden jullie, vervolgd. De toespeling van Baudet dat er een civiel leger zou moeten worden opgebouwd van FVD-aanhangers om te voorkomen dat er stemfraude zou worden gepleegd. Dat soort zaken. Daarbij komt natuurlijk de Holocaust-vergelijking. En aan de ene kant om dus in de ultieme slachtofferrol te gaan zitten. Aan de andere kant ook om de Holocaust te bagatelliseren. Baudet kwam nog dit jaar... Sprak toen goedkeurend over een Madagaskar-plan als oplossing voor het migratievraagstuk. Nou, het Madagaskar-plan, dat was dus een plan van de nazi's om de Joden in Madagaskar te zetten en ze daar te laten verhongeren. Dus hij grijpt heel direct terug op het nazisme, flirt daar heel direct mee. En vervolgens zegt hij, ja, maar wat er hier gebeurt is erger dan de Holocaust, we moeten een mondkapje dragen, weet je wel. Dus het systematisch bagatelliseren van de Holocaust en de apartheid trouwens, waar hij ook een groot fan van is, om een herhaling van dat soort misdaden makkelijker te maken. Ik ga naar een afronding toe. Dan, wat moeten we daar tegenaan? Nou ja, goed. Eerst, ik ga een paar minuutjes uitlopen. Niet veel. Het gevaar is nu niet heel direct dat we... Weet je, we staan niet aan de vooravond van een fascistische machtsovername. Ik denk dat we wat dat betreft niet in totale paniek moeten raken. Maar wat er wel gebeurt is al ernstig genoeg. Ik denk dat de directe dreiging is dat we grootschaligere fascistische bewegingen gaan zien. FVD, met name de jongerenbeweging, daarvan wordt heel erg... zelfbewust opgebouwd als een fascistische beweging. Die zullen vroeg of laat linkse activisten gaan aanvallen. Plaatsen zoals hier, demonstraties, et cetera. Daar moeten we ons denk ik op voorbereiden. Dat is de meest directe dreiging. Daarnaast zien we de invloed op het hele klimaat al. Aan het begin van het politieke klimaat bedoel ik dan. Aan het begin van de coronacrisis werd er door extreemrechts gezegd van laat die ouderen zich maar terugtrekken. Dan kan de rest van ons gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. Daar is bij lange na geen meerderheid voor zo'n beleid. Maar zie wat er nu gebeurt. Hè. De coronabesmettingen gaan through the roof. Er gaan opnieuw bij bosjes mensen dood in de verzorgingstehuizen. Iedereen die nu kwetsbaar is, die trekt zich vrijwillig terug. Eigenlijk exact zoals Thierry Baudet anderhalf jaar geleden eisten. En officieel is daar helemaal geen meerderheid voor of iets dergelijks, ook niet in het parlement. Dus je ziet gewoon dat dit het klimaat verandert. En ook denk ik dat gewoon de enorme overdaad en dit soort onzin een hoop zinnige mensen wel het idee geeft van Jezus, fucking Christus, we worden wel omringd door een stel bloeddorstige fucking idioten. En ik denk dat we moeten ervoor moeten zorgen dat we elkaar ook een beetje vrolijker maken door samen te werken en onze eigen dingen te laten zien, wat gewoon heel lastig is in die coronatijd. Dan, wat moeten we er tegen doen? Ik denk twee dingen heel erg van belang. Ten eerste, het direct bestrijden van extreemrechtse groepen en met name fascistische groepen waar ze opkomen, is heel erg belangrijk. En ik denk dat wat dat betreft we kunnen leren van met name de strijd in Duitsland rondom 2017 in het bijzonder, denk ik, de beste acties plaats hebben gevonden van massale mobilisaties tegen de AfD. In Keulen hebben ze toen met iets van 30.000, 40.000 mensen een blokkade georganiseerd tegen het AfD-congres. Wat niet alleen niet gelukt is om het volledig te blokkeren, daar deden denk ik iets van 20.000 mensen aan mee. Maar wat er ook gebeurde was dat taxichauffeurs zich uitspraken en zeiden we gaan geen fascisten rijden. In iets van 170 kroegen lagen bierviltjes, we schenken geen bier aan nazi's. Dus er was een brede beweging die zei van AfD moeten we niet. En dat heeft er
geholpen om die beweging klein te maken. Andere voorbeelden kun je bijvoorbeeld kijken naar Griekenland, waar heel effectief is teruggevochten tegen Gouden Dageraad. Wat belangrijk is hierin, is dat we ons baseren op onze eigen kracht. Hè. Nu steeds meer mensen zich gaan realiseren dat FVD fascistisch is, hoor je weer de roep van laat ze verbieden of iets dergelijks. En ik denk dat de historische ervaring van de strijd tegen het fascisme, waar we misschien in de discussie nog over kunnen hebben, laat gewoon zien dat de staat nooit aan de kant van de antifascisten staat en juist de fascisten de hand boven het hoofd houdt. Hij kijkt naar de Gouden Dageraad, dat is een partij die moorden pleegde, die echt een terreurcampagne voerde. De openbaar aanklager eiste vrijspraak in het proces tegen Gouden Dageraad. En het feit dat ze zijn verboden heeft te maken met de advocaten van de slachtoffers en de antifascisten. Tweede punt is, er bestaat een voedingsbodem voor dit soort politiek en die is niet zomaar weg. Het is ook niet zo dat de natuurlijke achterban van links immuun is voor fascistische ideeën. En hoe langer links eigenlijk zijn fundamentele taak verzaakt, namelijk om een fundamenteel ander alternatief naar voren te schuiven, wat een anticapitalistisch en solidair alternatief is aan de ene kant, en tegelijkertijd ook te vechten voor solidariteit tussen verschillende onderdrukte groepen, dus tegen elke vorm van racisme, tegen seksisme, tegen homofobie. Dat zijn denk ik heel wezenlijke zaken, omdat we daarmee mensen kunnen betrekken bij een positief alternatief. En het is juist de soort van het cynisme, de neoliberale woestijn, de vervreemding die dat teweeg heeft gehad, de fragmentatie die de basis heeft gelegd voor de opkomst van extreem rechts. En die voedingsbodem moeten we ook aanpakken, al is het maar omdat het om allerlei andere redenen ook heel fijn is.